Er is altijd dringend bloed nodig, dat zegt Eleanor King, algemeen coördinator bij de Nationale Bloedbank Suriname. Volgens haar is er geen sprake van een tekort aan bloed. Echter, zolang er zich zware aanrijdingen, steek- en of kappartijen en andere reguliere zaken voordoen, zal de vraag naar bloed blijven bestaan. We willen dus natuurlijk dat alle bloeddonoren en zij die bloeddonor willen zijn, willen we nog altijd vragen om toch naar de bloedbank te komen. Want er is altijd dringend bloed nodig. Gelet op die CITO-gevallen die er zijn in het ziekenhuis en de gewone reguliere operaties die er plaatsvinden, is er toch altijd bloed nodig. Wat vooruitzichten betreft, we hopen dus dat we weer op de normale manier bloed kunnen krijgen. En het is eigenlijk niet voor ons hoor, maar het is voor de zieke mensen in het ziekenhuis. Een terugblik op het jaar 2020 geeft volgens King aan dat de intrede van de COVID-19-pandemie een flinke tegenvaller was. Ondanks zij geen concrete cijfers kan aantonen, geeft ze aan dat vorig jaar minder bloeddonoren zich hebben aangemeld. Dit heeft ervoor gezorgd dat de organisatie genoodzaakt was om uit een ander vaatje te tappen. Zo zijn in december de blood drives georganiseerd in Paramaribo en in Nikeri. Daar hebben we iets minder mensen gehad, maar in Paramaribo is het toch wel vlot gegaan. We hebben op twee locaties binnen het Rode Kruis, dus gebruik gemaakt van een locatie binnen het Rode Kruis zelf, ingericht als een buitendienst, hebben we dus ongeveer 100 bloedzakken kunnen afnemen. Dus als we het vergelijken, dus de maand december, hebben we daardoor toch iets meer bloed kunnen krijgen dan de voorafgaande maanden. Het is niet uitgesloten dat het Blood Drives Project ook dit jaar wordt voortgezet. Eleanor King bedankt alle donoren voor hun onbaatzuchtige daad om dwars door de COVID-19-pandemie hun kostbaar bloed te doneren aan de zieke medemens.